Dokter, kan je ons iets meer vertellen over Christophe Lepoy? Ja, um, Christophe heeft gisteren dus tijdens een ongeval een scheenbeenbruik opgelopen. Um, dus in het midden van zijn scheenbeen was er een, een volledige bruik uh, met een heel beperkte, wij noemen dat een angulatie, dus een, een hoekvorming. Um, dat moest dus geopereerd worden omdat dat instabiel was. Daar is een heel lange nagel in gestopt van bovenuit naar onder, die heel diep zit en vergrendelt. Um, dus de Christof zal een aantal maanden uit zijn. Um, en wij schatten ongeveer een vier tot zes maanden met revalidatie inbegrepen. Als de lange staaf er al dan niet uit moet, normaal gezien is het zo dat, uh, dat het het beste is om te voetballen zonder dat materiaal. Omwille van het feit dat het materiaal zeker niet zou breken. Uh, maar initieel uh, is het van belang om een goede revalidatie na te streven en eventueel zo snel mogelijk eventueel het materiaal eruit te halen om dan uh, een optimale revalidatie tegemoet te gaan. En een uh, start van de competitie uh, in augustus zou misschien net haalbaar zijn. Hoe lang moet dan hier nog in het ziekenhuis blijven? Uh, vandaag mag hij normaal gezien naar huis. Behalve moest hij nog wat complicaties doen van de druk in zijn been. Want er, na zo'n breuk ontstaat er heel wat bloeding en kan je eventueel een compartimentsyndroom oplopen in de logies diep tegen de breukgaard En uh, dan kan het zijn dat hij eventueel iets langer moet blijven, of een dag of twee dagen, afhankelijk van de drukken. Maar normaal gezien, als alles vlot verloopt, kan hij vandaag of ten laatste morgen naar huis. Heb je als clubarts Christophe al gesproken? Ja, hij was zeer aangeslagen, zeer emotioneel. Uh, ten meer omdat hij ook zei: ja, ik was heel goed bezig. Uh, zat al met eventueel transfer in zijn hoofd naar, naar een of andere club. Dus uh, hij had een goed zicht op zijn uh, toekomstige carrière, die natuurlijk flink kan leggen opnieuw. En, het is nu opnieuw alle moed bij inrapen om, om te starten uh, aan de nieuwe revalidatie, die toch weer lang zal duren. En hopelijk komt hij weer op het niveau waar dat hij nu was. Welke complicaties kunnen zich voordoen? Na een operatie kunnen zich altijd complicaties voordoen, zoals uh, besmetting, uh, infectie bedoel ik. Um, de, het loge syndroom, dus het compartimentsyndroom. Van, uh, in de regio van de operatie waarbij dat er eventueel, maar er is al een decompressie gebeurd, dus er is al een fasciotomie gebeurd. Maar er kan altijd een recidief optreden, die dan eventueel uh, wat spierproblemen geeft en de rivalidatie ook een stuk kan vertragen.